Minister Umar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat het besluit van de regering over het dragen van mondmaskers zal blijven bestaan. Dit haalde hij aan nadat voedseltechnoloog Ricky Stuttgart en Karel Donk een kort geding hebben aangespannen tegen de staat voor het opschorten van de mondmaskerplicht. Afgelopen donderdag heeft de regering beide partijen gehoord. De bewindsman benadrukt dat het verplicht dragen van de mond- en neusbedekking bedoeld is om verspreiding van het virus te voorkomen en zo levens te redden. En ik ben geweest afgelopen vrijdag, donderdag naar de rechter om ook daar die strijd te voeren tegen COVID-19. En we hebben die strijd gevoerd en we hopen dat er morgen of woensdag vonnis komt. Maar in ieder geval mag ik u zeggen dat ik in mijn pleidooi heb gepleit en benadrukt dat wij alleen varen op adviezen van gezaghebbende instanties waar er middels meta-analyses en peer reviews zoveel bewijs is dat mondmaskers noodzakelijk zijn in de strijd tegen COVID-19. Dus we willen geen ruis hebben. Als mensen problemen hebben met mondmaskers, dan moeten ze dat natuurlijk op een andere manier oplossen. Maar het besluit van de regering gaat blijven bestaan. Dat was minister Umar Ramadan van Volksgezondheid. Hij zegt dat het vaccin alleen niet de oplossing zal bieden. De gemeenschap moet nog altijd de Mohana-maatregelen in acht nemen, zegt de minister.